Sterrenbeeld Kreeft. Kreeft, van harte welkom op het kanaal van Mireille Online. Mijn naam is Mireille van Rijn en ik ga kijken met de tarot en de Lenormand kaarten wat er op het gebied van liefde voor jou in de kaarten ligt. Ik zou zeggen, ontspan je en geniet ervan. Het is net weer even anders als de algemene maandlegging die ik regelmatig voor je doe. En deze is echt gefocust op het gebied van liefde, omdat ik daar zo vaak vragen over krijg en dat er heel veel vragen zijn over soulmates, karmische verbindingen, tweelingzielen. Dus het werd tijd voor een extra thema op het YouTube kanaal. En ik ga lekker beginnen. Ik ga zo uitleggen wat ik neer ga leggen en waarom. En dan ga ik je ook zo de kaarten allemaal in beeld laten zien. En oké. Ja. Pak hier nog even een extra kaart. Juist, mooi. Yes, dat ligt er heel goed bij. Top, 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 top. Nou, dat zijn de tarot vanuit de herstelde orde. Die kun je helaas niet meer in de winkel aanschaffen. Ik ga werken met de Gilded Reverie Lenormand kaarten. En alle kaartendecks waar ik mee werk heb ik voor jou verzameld op één pagina. En ook het linkje daarvan staat onderaan deze video. Onderaan deze video vind je alle linkjes met alle extra informatie waar je eventueel meer over zou willen weten. Genoeg daarover en we gaan lekker kijken, Kreeft. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb er zin in. En oké. Yes. Ja. Nice. Ja, ik heb ze gezien. Dat ligt er goed bij. Wat ik ook doe. Ik heb een poosje geleden hele mooie kaarten opgestuurd gekregen. Knoogat van tarot.nl. Inner Kompas Love kaarten. Er zit ook een uitgebreid groter boekje bij. Wat ik zelf erg prettig vind. En is in het Engels, maar ook in het Nederlands. En ja, ik werk er nu al wat vaker mee en ik moet zeggen, ze hebben bij Coppenol niets te veel gezegd over deze bijzondere kaarten. Want uiteindelijk gaat alles over symboliek. Ja, die is heel mooi. Dat gaat over het inzicht. Nou, die gooi ik hier neer, want ik moet ergens al mijn spullen kwijt. Het staat hier helemaal vol met kaarten. En zo, ik wil dat altijd even uit beeld hebben, dat het een beetje overzichtelijk blijft. Ja, Kreeft, waar verkeer jij in? Waar heb jij een focus op waar je anders naar mag kijken of los mag laten? Wat is het nieuwe inzicht voor jou? Waar mag je op focussen? En wat kun jij gaan verwachten op het gebied van liefde? We beginnen eigenlijk met de Koningin van Staven. Dat is de mystieke dame op haar troon met de staaf in handen. De zonnebloem vanuit het goddelijke eigenlijk. De zwarte kat. En dan denk je, ja, wat moet je nou weer met een zwarte kat? Heksen werden vroeger natuurlijk ook altijd met een zwarte kat afgebeeld. En dan was je een soort van heks, zeg maar. Een kat is een heel intuïtief dier, net als de hond. En een kat is ook een beschermer. En daar komt dat verhaal met die zwarte kat eigenlijk vandaan. Dit is een een leeuwenkaart, een boogschutter of een ram. Het gaat om die energie en daar verkeer jij op dit moment in, Kreeft. Of je hebt daar gewoon mee te maken, dat kan natuurlijk ook. Vuurteken, het mystieke, vandaar die zwarte kat. En waar jij nu in verkeert is, het lijkt wel of je een soort openbaring hebt gekregen. Ook wel op zielsniveau en je hebt met dat mystieke stukje te maken en dingen gaan open. Je voelt heel veel herkenning, je zit in een karmisch stuk op het gebied van liefde en het kan soms even wat ingewikkeld voor je zijn. En hier heb ik ook de kaart van de uilen en bovenin die kaart van die uilen, ik moet even mijn vinger erbij doen, zie je daar de maan. Nou, waarom die maan op die kaart? Je bent in staat om vanuit die verbinding met die maan door illusies heen te kijken. Die uilen die kunnen eigenlijk hun vleugels heel wijd uitslaan om aan te vallen.
Het zijn nachtdieren. Ze kunnen voor zich, achter zich, boven en beneden kijken. Ze zien eigenlijk alles. Er ontgaat hen niets. Uilen, dat gaat ook over gesprekken. Maar wat ik hierbij oppak is ook de ingevingen die jij doorkrijgt. Maar dat je soms een beetje in de war bent. En wat heel belangrijk is voor jou, kreeft. Je bent ook nog eens een heel gevoelig teken. Dat je niet met onzin inlaat. Dat je, als dat allemaal open gaat bij je op zielsniveau. Dat je heel goed onderscheid weet te maken tussen illusies, tussen ingevingen, waarheden en vooral wat voel jij zelf. Dus op het gebied van liefde, zeker als je met een zielsverbinding te maken hebt, een karmische verbinding, is het belangrijk als er wat verwarring in jouw systeem ontstaat, om jezelf de volgende drie vragen af te stellen. Wat voel jij? Wie ben jij? En wat wil jij? En als je daar weer eventjes dat kadert voor jezelf, dan wordt alles weer duidelijk van alles wat je binnenkrijgt. De emoties die ik voel, zijn ze van mij of zijn ze van die ander? Is die ander zo met me bezig dat ik helemaal ervan in de war raak? Dus dat is belangrijk als je merkt dat je een beetje in de war raakt. Het niet goed kan onderscheiden, dat je even opnieuw gaat kaderen. Ja, en eigenlijk ook die actie, want er komt echt beweging in. Dat geeft die staven ook aan. Ik voel daar zelfs heel veel passie bij. En ik ga naar de volgende kaart. Of kaarten, als het ware. Zij is niet één kaart. En ja, dat is de kaart van het universum, de wereld. En dus in de normale kaarten is dit de wereld. Hier gaat het om het universum. We hebben niet alleen de planeet wereld natuurlijk. Klaar om pijl en boog te schieten. De cirkel is rond. Een nieuwe fase. Je ziet de os, je ziet de leeuw. Je ziet het mens, je ziet de vogel. De overvloer. Dus alle elementen zijn aanwezig. Je wil schieten, maar je weet niet hoe. Dat is een beetje waar nu je focus op zit. Van ja, wat moet ik nu doen? Eigenlijk even gewoon kalm blijven. Want eigenlijk wordt er al voor jou geschoten. Maar je hebt door die verwarring eigenlijk. Je hoort het ook aan mijn manier van praten. Door die verwarring van het spirituele wat bij je binnenkomt. Het energetische. Heb je de neiging dat je wat wil doen. Je wil een soort controle terug hebben. Dat is helemaal niet nodig. Blijf gewoon kalm. Ga dat kaderen als je merkt dat je het even niet meer kan onderscheiden. Vanuit de zielsverbinding. Wat is van mij? Wat is van die ander? Je kunt ook de ander daar niet in beïnvloeden. Dat hoeft ook helemaal niet. Daar ligt ook de maan bij. We hebben ook binnenkort natuurlijk de volle maan. Daar later meer over in een andere reading. En als je goed naar die maan kijkt, alles is een proces. Daar zie je alle vormen van manen. En ook weer die maan vanuit die uilen, wat ik net al aangaf. En belangrijk is om je te verbinden met de energie. Met je intuïtie, maar ook te gaan vertrouwen op je intuïtie. Want je gaat op spiritueel en paranormaal vlak een nieuw niveau in. Ook op karmisch vlak. Mocht je hier eerst doorheen, mocht je in dat zelfvertrouwen, waardoor je alleen maar kan gaan groeien en de ander of met jou meegroeit. Maar het gaat vooral om dat jij helemaal vanuit dat zelfvertrouwen, jezelf weer gaat vertrouwen in jouw relatie of in die relatie die eigenlijk aan het beginnen is. Want vandaar ook die cirkel die rond is, rond de maan ernaast. Focus je niet te veel op dat spirituele paranormale. Wees je daar wel bewust van. Hey, ik zit in een karmisch stuk. Het hoeft natuurlijk niet voor alle kreeften helemaal te resoneren. We zitten ook nog eens in een hele gekke fase. Turbulent. Belangrijk is dat je kalm blijft. Ook op je emotionele vlak. Want die maan staat ook wel voor emotionele verwarring en die uilen staan voor manipulatie, kunnen ze staan. Dus vandaar dat het belangrijk is dat jij zelf blijft voelen, wie ben je, wat wil je? Omdat ik die kaartenreeks eigenlijk al zie liggen. Dus focus je niet te veel op misleiding of wat niet resoneert met wat jij in waarheid voelt. Dat is heel erg belangrijk. Ook in jouw relatie, dat je veel meer bij jezelf blijft. Ja, en wat zie ik?
Wat is het inzicht? Ja, het is wel een hele mooie legging ook voor jou, Kreeft. Ik zie hier zwaarde 6, kompas en begrip. En ik ga eerst eens beginnen met die zwaarde 6, alsjeblieft. Zwaarde 6 is een is communicatie. Hè? Daar gaan zwaarden meestal over of altijd wel over. En wat kan ik je vertellen hierover? Het kan zelfs een letterlijke verhuizing zijn, maar het is voor mijn, in mijn beleving een transformatie, een verplaatsing vanuit jouw waarneming. Het kompas ligt erbij. Het kan echt voor nieuwe liefde of de liefde gaat een nieuwe richting nemen. En dat inzicht hebben jullie ook beide. Alsjeblieft, ik laat ze eventjes beide nog een keer goed zien. Ja, het spiegelt wat. Ja, zo is het volgens mij wel beter. Maar er komt ook een bepaald herstel. Herstel in jezelf, herstel in een eventuele relatie. Maar jullie gaan ook zaken oplossen. Heb jij een relatie, dan komt er een oplossing van twee kanten. Zit jij in een zielsverbinding, dan is het echt super belangrijk dat jij heel erg dat blijft kaderen. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen dat je niet vanuit je emotionele gevoeligheid, want je bent nog eens een heel gevoelig teken, ook dat je niet van de wijs laat brengen. Begrip. Een begrip geeft heel veel, want als je begrip hebt, kun je ook anders kijken naar dingen. Kun je jezelf beter begrijpen, want dat is ook belangrijk. Als je jezelf begrijpt, kan de ander jou beter begrijpen, vice versa. En dat is heel erg mooi, want je ziet hier ook die kom als het ware en dat wat indaalt. Ik laat hem nog even van dichtbij zien. Hele mooie kaart ook. En dat gaat over het inzicht. En wat mag jij verwachten? Waar gaat het dan naartoe? Ja, je hoort me even zuchten. Het is pittig. Kreeft. Niet erg, maar pittig. Bekers 5. Oude emoties. Afscheid nemen van het verleden. Alles wat jou niet meer dient, mag je los gaan laten. En ik zie vooral dat je die twee bekers waren die gevuld zijn, die pak je op. Je bent beschermd. Kijk maar naar dat witte gewaad. En je gaat verder. En je hebt nog wel de neiging, en dat is wel een meenemer, zeker in een relatie, dat je je heel erg defensief wil opstellen. Dat je jezelf heel erg wil beschermen. Kun jij je voorstellen, als jij vanuit dat verleden en emoties die je misschien nog niet goed verwerkt hebt of geen pijn wil hebben, dat je dan een muur om je heen bouwt en dat die ander niet is wie de voorganger is geweest, maar dat er zoveel angst nog misschien in je zit om jezelf te vertrouwen en dat je nog aan die pijn vasthoudt misschien. Terwijl pijn ook groei is. En als je daarnaar kijkt en je kunt dat bevrijden en je gaat je focussen op wat er is en waar het naartoe mag gaan, ga je dingen dus vanuit een ander perspectief bekijken, lieve Kreeft. Kun je je dan voorstellen wat er dan gebeurt? Dat het verleden jou niet dient. Het verleden is een ervaring waarin jij de mogelijkheid heb gekregen om te groeien, wat er ook gebeurd is. En door jouw groei kun je de neiging hebben dat je niet jezelf meer kwijt wil raken, maar je hebt jezelf al, dus waarom zou je jezelf kwijtraken? Dat is echt een advies wat ik hier mee wil geven, want je gaat dingen vanuit een ander perspectief zien, maar de relatie krijgt ook een ander perspectief als het ware. Het krijgt een nieuwe vibe. Je gaat een nieuw level in. Jullie gaan ook zaken beide vanuit een ander perspectief bekijken. Vanuit een wederzijds begrip. Open communicatie. En waarom zeg ik dat? Omdat ik hier ook de vogels zie liggen. Maar wat gaat er eerst gebeuren? Een nieuwe weg die je ingaat. En als we hem dan zo pakken, Kreeft. Een nieuwe weg. Je gaat het oude achter je laten. Die bekers die liggen om. Je gaat een nieuwe weg in. Misschien nog wel wat verdriet. Maar je gaat dan heb ik een queen of munten eigenlijk. Dus het heeft ook met de muntenkoning te maken. En dat heeft met bezit te maken, geluk te maken. Je gaat de weg van geluk weer in. Dat wil niet zeggen dat je niet gelukkig was op het gebied van liefde. Maar je gaat wel vanuit dat nieuwe perspectief ga jij die relatie verder uitbouwen. En anders komt er echt iemand waar je dat mee uit gaat bouwen. En het geluk ligt er ook bij. Het is een overwinning. Het is een 6.
Ruiten is munten, dus aards. En hier liggen nog een keer ruiten bij, alsjeblieft. Een 7 en weer munten. En ja, dat zijn eigenlijk allemaal aardetekenen. Dus dat gaat over stieren, maagden, steenbokken. Daar ga jij veel mee te maken krijgen. Die vogels gaat over communicatie. Communicatie over je geluk. Stap uit je angst. Durf jezelf te openen. Durf dingen vanuit een ander perspectief te bekijken. Laat je niet misleiden door illusies. Maar pak je intuïtie en die maanenergie om door illusies heen te kijken. Je bent nog niet van me af. Want we gaan nog even een liefdeskaart trekken vanuit het orakel van de liefde. En ik ga eens even kijken. Laat ook zeker even weten hoe je deze reading vond. En vergeet je duim niet omhoog. Alle kaarten springen alle kanten op, dus ik ben erg benieuwd. Ik denk op dit moment aan je en ik hou van jou. Deze kaart mag ik je meegeven. En vriendschap. Kleine attenties onderhouden de vriendschap. Alsjeblieft. En een vriendschap is ook een relatie, is ook een liefdesrelatie. Want waar ben je in een liefdesrelatie zonder vriendschap? Nou, lieve Kreeft, ik hoop dat ik jouw inzicht, vooruitzicht en vooral hopelijk een stuk inspiratie mee heb kunnen geven. Heb je zoiets, nou, ik zou wel meer willen weten. Kun je natuurlijk altijd even de linkjes hieronder kijken voor alle consultmogelijkheden. De praktijk is wel gesloten, maar er zijn heel veel andere mogelijkheden. Telefonisch consult, video bellen, een ingesproken reading wordt jouw bezit. Dus jij krijgt dan van mij een audiobestand met een afbeelding van een uitgebreide legging. Wat ik van haver tot gort inspreek voor jou, zodat je dat zo vaak terug kunt luisteren als je maar wil. Ik verwijder alles na het afleveren en ook voor jouw privacy uiteraard. Je kan terecht op puurmedium.nl voor een direct telefonisch consult. Ik wil jou weer heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren, want als ik wat te melden heb, krijg jij een melding. Het knopje van het abonneren staat hieronder en ik zou zeggen tot de volgende.